Ja, een varkensfokkerij. Wie weet nou eigenlijk wat dat precies voor een bedrijf is? En ik weet het eigenlijk niet, maar ik heb hier iemand naast me staan. De zoon van het bedrijf. Jij zet het bedrijf voort, Henk. Ja. Hallo. Wat houdt nou precies een varkensfokkerij in? Een varkensfokkerij, dat is vrouwelijke dieren maken. We hebben 180 zeugen. De vrouwelijke dieren bij ons. En de rest van de biggen, die voeren wij af met 4 weken leeftijd. Ja, dus er lopen hier ook allemaal van die hele lieve kleine biggetjes rond? Kleine biggetjes tot 4 weken. Ja. En dan worden de vrouwelijke dieren worden bij ons opgelegd. En de mannelijke dieren, die verkopen wij. Ja, nou zegt het mij nog niet precies allemaal heel veel. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als ik bij jou een kijkje mocht komen nemen. Dat mag. Ja? We gaan kijken. Want jij hebt het bedrijf, jij kent het bedrijf natuurlijk ook al van kleins af aan. Ja. Wat heeft jou toe aangetrokken om dit bedrijf mee voor te zetten? Ja, altijd mee geholpen. Het leuke ervan. Ja. Maar nu wordt het anders. Je wordt een beetje gestuurd. Ja, maar ben je nog wel in heel veel dingen vrij? Of moet je echt van hoge hand afzeggen? Nou, van... je bent wel in bepaalde dingen ben je vrij. Maar van andere dingen word je wel echt gestuurd. Ja. Ja. Maar je gaat nog wel iedere dag met plezier naar je werk? Jawel, echt. Okay. Anders zou ik ermee stoppen. Ja, en een rondleiding in een varkensfokkerij houdt natuurlijk in de stallen. Want daar heb je uiteindelijk alle dieren zitten. En daar gaan we nu een kijkje nemen. Ja, en de hygiëne in een varkensfokkerij is natuurlijk ook van heel erg belang. Want ik mag niet zomaar de stallen in, hè? Nee, dan wordt bij ons eerst gedoucht. Of eerst tekenen, dan douchen. En dan krijgen ze bedrijfskleding aan. En dan gaan wij de stallen in. En we zijn hier nu in de eerste stal, of het eerste gedeelte, beland. Waar zijn we hier aangekomen? Hier ben je in de kraamafdeling gekomen. En wat houdt dat precies in? Nou, de kraamafdeling, dat doen de zeugen bevallen van de kleine biggetjes. Die worden om de 4 weken, komen hier andere dieren in te liggen. En die krijgen dan een worp. En een worp wil zeggen, daar krijg je kleine biggetjes. Dus, En hoeveel biggetjes krijgt nou gemiddeld een groot varken? Wij zitten aan de 28 biggen per zeug per jaar. En wij draaien per worp 12,5 per big kunnen wij draaien. Dat is heel wat. Ja, dat is heel wat. Maar daar gaat het jullie uiteindelijk om. Ja, daar gaat het van bij ons om. Dus, ja. En de kleintjes kun je hier zien liggen. Dus, ze zijn wel heel lief. Ja, heel lief. Ja. Ze zijn eigenlijk wel leuk om mee naar huis te nemen. Nou, ik zal er wel eens eentje pakken. Nou heb ik er hier eentje. Ja. Ik denk dat hij me niet zo heel aardig vindt. Ik ben het ook helemaal niet gewend. Maar hoe oud is deze nou? 2 dagen oud. Hij is ook helemaal warm, hè? Ja, hier. Die liggen daar onder een lekkere warme lamp. En ze hebben vloerverwarming. En het is toch 25 graden. Dus. Okay. Hij is wel heel lief. Ja. Je wilt hem zeker mee naar huis nemen. Ik zou hem zo mee willen nemen. Maar ik zet hem weer gauw terug, want daar heb ik beter naar te zien, denk ik. We hebben hier een zeugenkaart. Bij elke zeug heeft een kaart. En daar staan alle gegevens van de zeug op. Wanneer het geïnsemineerd is. En dan kunnen we schrijven wij de dekdatum. Die is de 21ste dag. Of 25, 6 is 21 dagen en de werpdatum is dan 24-9. En nou zijn we in een andere stal terechtgekomen, nog steeds op de kraamafdeling. Maar de biggetjes zijn hier al een stuk ouder. Hoe oud zijn ze hier? Hier zijn ze 14 dagen oud. En hoe lang blijven ze in deze stal? Ze blijven hier nog 2 weken deze. En dan gaan ze weer door? Ja, dan gaan ze weer door. Dan worden moeders gespeend. De vrouwelijke dieren die leggen wij zelf op, de mannelijke dieren die doe ik verkopen, met 4 weken oud. Ja, en we zijn hier nog steeds op de kraamafdeling, maar weer een weekje verder, want hier zijn ze 3 weken oud, hè? Ja, hier zijn ze 3 weken oud. Hoeveel weegt een biggetje nou eigenlijk op het moment dat het geboren wordt? 1100 gram. En na 14 dagen? Ja, een biggetje groeit van 3,5 tot 400 gram per dag. Nou zie ik hier wel, en dat kwam ik net in het andere hok nog niet tegen, ze hebben hier allemaal iets in de oor zitten. Ja, de vrouwelijke dieren bij ons die krijgen een blik in aan de rechtse zijde. De mannelijke dieren die krijgen ze links in en de mannelijke dieren die krijgen ze paars en de vrouwelijke dieren geel. En dan kunnen wij ze altijd terugtraceren welke dieren daar weg moeten en bij ons kunnen blijven. En de vrouwelijke dieren zijn voor jullie belangrijkste? Ja, de vrouwelijke dieren zijn bij ons heel belangrijk. Ik kijk van tevoren, als die blikje ingebracht wordt, hoeveel spenen ze hebben. Dat ze goede ontwikkelingen hebben in de rug. Ze moeten bij ons 14 spenen hebben. En dan wordt pas het nummertje ingenomen. En zo zijn we aanbeland in de volgende stal.
Ik zie hier nu alleen nog maar biggetjes. Waar zijn we hier terecht gekomen? Hier ben ik in een bigafdeling gekomen. Hier worden alle vrouwelijke dieren als big zijn opgelegd. En dan worden ze tot 12 weken en dan gaan ze door naar de andere stallen. En hoe oud zijn ze als ze hier binnenkomen? Hier zijn ze 4 weken oud als ze hier binnenkomen. Ja, en we zijn nu weer een traject verder, want hoe oud zijn ze hier nu? Hier zijn ze 4,5 maand. Hier worden ze opgelegd met 7 man in een hokje. 7 dames? 7 dames liggen ze erin. Nou, en dan mogen ze groeien. Ja. Nou zie ik bij hun allemaal wel een roze vlek op de rug zitten. Wat wil dat zeggen? Nou, die roze vlek die hebben ze gekregen voor een enting. Ze krijgen eerst met 10 weken krijgen ze een vlekziekte-enting. En dan krijgen ze ook direct daarna krijgen ze een griep-enting. Ik zou zeggen, pak er nog even eentje voor hem uit, maar ze zijn nou een beetje te zwaar geworden. Nou, zijn ze te zwaar geworden. Want, hoeveel wegen ze nou ongeveer? Nou, deze wegen een 70 kilo, denk ik. Dat kan ik niet meer trekken. We zijn hier op een varkensfokkerij. Er worden dus biggetjes geboren. Ja. Daarvoor moet een varken drachtig zijn. Maar hoe wordt een varken nou drachtig? Een varken wordt drachtig als ze 5 dagen van de jonge biggetjes af zijn. Dan worden ze bronstig. Dan pak ik de beer, die zet ik in de boksen. Dan worden ze geïnsemineerd. Dan krijgen ze een starreflex door de beer. Dan doe ik ze insemineren. De zaden komt van KI Nederland, het Vught. Ja, nou komt dat zaad, dat krijg jij hier aangeleverd. Ja. Hoe gaat dat? Dat bestel ik 's morgens om 7:30. En hoe gaat dat insemineren in zijn werk precies? De insemineren, dat gaat met een stompupet. Het is een gek woord. Vroeger ging het met een pupet. Pupet is links een draad. Deze is gewoon een... Die breng ik in de zeug in, trek ik ietsjes terug. Dan voel ik dat die in de baarmoeder vast zit. En dan hang ik het tube erop en aan de lijn ophangen. En dan kan ik zo insemineren. Ja, en in dat tubetje zit ook het zaad? Of daar zit ook... Heet het ook zaad of is het sperma? Het is het sperma. Ja. Oké, okay, en ja. Daar zit dat ook in en op het moment dat die tube er aan hangt, loopt het in het varken? Ja, dat loopt rustig in het varken. Het is, was het vroeger, dan hielden wij daar vast en daar was veel omslachtig. En nu gaat het allemaal van eigen. Oké, okay. Als nou die varkens die staan daar met die beren, als die beren niet in die stal staan, kunnen ze dan, kan het insemineren dan niet gebeuren? Dan is het veel moeilijker. Want dan hebben ze die bronzigheid niet. Nee, hebben ze bronzigheid niet. Die hebben ze de reuk niet van het mannelijk dier. En, nee. Maar de beer heeft voor de verderes geen werk? Nee, voor de verderes heeft die beer geen werk. Ja, maar voor hem? Nee. Zou je zeggen? Hij mag alleen maar ruiken. Ja, ja. Maar aankomen niet? Nee, aankomen niet. Ja, en we zijn hier dan weer op de volgende afdeling beland. Want het insemineren hebben we net gehad. En waar zijn we hier nu terecht gekomen? Nou, hier ben ik in de volgende afdeling gekomen. Deze zeugen die blijven hier liggen tot 21 dagen. Dan worden ze getest op drachtigheid. En dan gaan ze door naar de andere afdeling. En daar blijven ze liggen gewoon tot ze weer door kunnen naar de kraamafdeling. Hier zijn we in de zeugenafdeling gekomen. Deze zeugen die zijn bekend klaar om te bevallen. Deze zeugen die moeten naar de kraamafdeling toe. Deze zeugen die zijn bekend 16 weken, want de varken die heeft een draagtijd van 16 weken en 2 dagen. En dan moeten ze naar de kraamafdeling en dan krijgen ze kleine biggetjes. Want jij kunt aan de hand van die datums daarboven zien wanneer ze overgeplaatst moeten worden. Ja, van die datums dan leggen ze meestal in de kraamstal. En dan moeten ze voor die datum dan moeten ze eigenlijk wel in de kraamstal liggen. Moet je daar ook nou altijd zelf bij zijn als ze gaan bevallen of gaat dat gewoon natuurlijk vanzelf? Nou, dat gaat wel zelf, ooit, of meestal, maar ooit gaat het helemaal niet. En dan moet je je meehelpen of... Heb je hier nou dagelijks een bevalling? Ja, ik heb elke dag een bevalling. Ja. Want ik insemineer 10 zeugen en die 10 zeugen die hoeven niet te zeggen dat die op diezelfde dag kleine biggetjes krijgen, helemaal niet. Nee? Maar nee. Zit daar veel verschil in dan? Nou, dat kan 2 dagen verschil zitten, maar ook ooit 3 dagen verschil. Dat heb je wel gezien daarvooraan. Ja.
Dus van 24-9 en anderen hebben al kleine biggetjes. Dus, dat is de natuur, hè? En dat is de natuur. En de natuur, daar mag ze bij ons zijn werk gaan. Dus, jullie doen daar geen moeite voor om het dan toch op die datum of die dag... Nee. Veel bedrijven die doen 10 zeugen in de kraam, zal ik zeggen. En die krijgen een prikje en dan biggen ze ook dezelfde dag af. En dat doen wij niet. Ja, en dan zijn we weer een stal verder, want je hebt nogal wat stallen hier. Waar zijn we hier nou terechtgekomen? Hier ben je in de afleveringsruimte gekomen voor de fokgeiltjes. Fokgeiltjes die worden door de klanten besteld. Die komen in deze ruimte. Die krijgen weer een enting voor griep en vlek. En dan voor parvo nog één enting en dan kunnen ze door naar het andere bedrijf. En die andere bedrijven, zoeken die mensen ze zelf uit of doen jullie dat voor hun? Dat zoeken wij ze zelf uit. Ik heb wel natuurlijk export toe naar Italië. Italië vraagt ook wel kwaliteit. Die kwaliteit die kan ik zelf ook beoordelen. Maar Griekenland heb ik deze week mijn export gedaan en die komen zelf uitzoeken. In percentages gerekend, hoeveel van de zeugen blijft er hier en hoeveel gaat er weg? 40% van mijn zeugenstapel van die 180 vervang ik. Dus de anderen die gaan allemaal naar de andere vermeerderaars. Dus ik verkoop een 1500 geldjes per jaar. Dus, dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Voor een bedrijf in Tilburg. Ja, een bedrijf in Tilburg. Ik denk dat we daar wel trots op mogen zijn, toch? Ja, dat is ook. Ik ben er ook wat trots op. Ja. Ja, want wij hebben een mooi bedrijf. Hygiëne staat bij mij heel erg hoog in het vaandel. Ik kijk wel eens in de ronde, maar dan ben ik toch weer blij dat ik weer op de heikant ben. Ja. Want nou zag ik, voordat wij hier naartoe kwamen, zag ik buiten ook wat koeien staan, klopt dat? Ja, wij hebben ook nog 15 zoogkoeien. Daar blijft het kalfje dan bijlopen. De vrouwelijke dieren die blijven ook bij ons, net zoals bij de varkens. De mannelijke dieren die verkoop ik met 14 dagen. En de rest, dat blijft gewoon hier. En van waar die uitstap? Die uitstap, ja, het is eigenlijk een beetje gegroeid als mijn vader heeft de koeien weggedaan en is de grond en een beetje hobby. En zo is het eigenlijk gegroeid eigenlijk een beetje. Gaan we daar toch ook nog wel even naar kijken? Wij gaan er wel even naar kijken. Dankjewel. Oké. Ja, en hier zijn we dan beland vanuit de stallen. Staan we lekker heerlijk in de frisse lucht in de wei, waar het u ook om te doen was. Want ja. We staan nu tussen uw eigen koeien, hè? Ja, we staan tussen onze eigen koeien. We hebben 13 zoogkoeien. En dat is een beetje een hobby. We hebben vroeger altijd melkkoeien gehad, ja, wel 30 jaar geleden. En we hebben sindsdien altijd enkele zoogkoeien gehad. En dat is toch leuk, want dan kunnen ze echt de hele dag in de stallen gewerkt. Het is een keer naar buiten, hè? Ja. Weer in de frisse lucht. Ja. Staan die nou in de zomer of in de periode de hele dag door binnen of buiten? Nou, in de winter worden ze opgesteld, maar in de zomer lopen ze altijd buiten. Ja, want dat zie je eigenlijk al veel minder, hè? Dat de koeien nog echt buiten lopen. Nou, de melkveebedrijven die houden de koeien binnen in verband met arbeid. Hè? Want iedere keer de koeien uit de weiland halen, dat vraagt veel tijd. Hè? Maar bij ons zijn die van belang, dus ze lopen altijd buiten in de zomer. En nou is het uit een hand gelopen hobby, maar wat houdt die hobby nou precies in? Nou, die 13 zoogkoeien zijn eigenlijk vleesproductiekoeien. Hè? En dat fokken wij dan... vaarschalven erbij. Maar, en die worden dan weer zoogkoeien. Hè? Die vaarschalven die jaar geboren worden. Je hebt hier toch wel een aardig stukje grond onder. Oh, zeker wel. We hebben hier een heel mooi stukje grond. Ja. Ja. Is er nou ooit nog kans dat dit landbouwgrond verdwijnt en dat er hier huizen achterkomen? Er ligt al 10 jaar de WVG op onze grond. En de grond is eigenlijk bestemd voor woningbouw. Maar Tilburg laat het toch even afweten. En misschien kan het nog wel jaren duren dat hier gebouwd wordt, ja. En met heel de regelwetgeving is dat best moeilijk voor ons bedrijf. Want wij mogen geen aanpassingen doen aan onze stallen. En wij zullen het liefst een keer verkopen voor woningbouw. Ja. Nou ja, misschien in de toekomst. Ja, daar zal een beetje hopen aan. Dat zal de tijd leren. Jazeker. Ja, maar nu is het nog even lekker genieten van hetgeen wat wij u hier kunnen hebt. Nou nog genieten van ons mooi stukje rond, ja. Dat is heel wat waard. Jazeker, heel veel waard. U mag er trots op zijn. Ja.